ga jullie 5 manieren laten zien hoe je gratis snoep mee naar binnen kan nemen in een bioscoop. Auw! Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen naar een filmzaal. Vol met snoep, daar komt mijn assistent aan. Op naar de bioscoop, jongens. Hallo allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En ik kan je vertellen, dit wordt niet zomaar een video. Maar natuurlijk alweer een hele speciale video. Want ik ga jullie 5 manieren laten zien hoe je gratis snoep mee naar binnen kan nemen in een bioscoop. Geloof mij, als je deze video afkijkt, dan gaat het je heel erg veel geld besparen. Heb je hier nou zin in? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Bij de 25.000 duimpjes spreek ik met jullie af dat ik een deel 2 ga maken waar ik 5 manieren ga laten zien hoe je gratis een bioscoop of een pretpark in kan komen. Dus zorg dat we de like goal halen, jongens. Druk op die abonneerbutton en op het belletje om te hoogte blijven van elke nieuwe video. Ik ga vandaag dus 5 pogingen doen om gratis snoep mee naar binnen te nemen bij een bioscoop. We weten natuurlijk allemaal dat het verboden is en dat je alleen bij een bioscoop zelf de snoep en de frisdrank mag kopen. Mijn vraag voor deze week aan jullie is, hoeveel van deze 5 pogingen gaan er vandaag slagen? Zijn dat er 1, 2, 3, 4 of gewoon alle 5? Iedereen die het juiste antwoord hier beneden achterlaat voor 3 september, daar ga ik een hartje bij achterlaten. Ik weet niet of het jullie ook is opgevallen, maar er zijn echt heel erg veel sketchvideo's waar mensen manieren laten zien hoe je snoep mee naar binnen kan smokkelen bij een bioscoop. Dit zijn echt hele toffe manieren, maar ik vraag me af of dit ook werkelijk in het echte leven lukt. Daarom ga ik zo meteen naar de bioscoop en ga ik deze verschillende manieren gewoon uitproberen bij de beveiliging. En ik vraag me dus af of ze mij gewoon door laten lopen of dat ze me tegenhouden en ik dus niet binnenkom. Maar als ik door kan lopen, heb ik wel waarschijnlijk meer dan een kilo snoep bij. We beginnen met de allereerste manier. En dit is misschien wel een beetje een vreemde manier. Maar wat we hiervoor nodig hebben is eigenlijk vooral tape en heel veel snoep. De hulptroepen zijn gearriveerd. Hier is Ellen. We beginnen met de allereerste manier om snoep binnen te smokkelen bij een bioscoop. En dat ga ik doen door snoep aan mezelf vast te binden. En daar heb ik jou voor nodig. Ik heb hier een lading met snoep liggen, dus laten we dit om mijn middel gaan binden. Dit gaat zoveel pijn doen. Ik denk dat ik ga voor Oreo's, Skittles, M&M's en mini Smarties. You ready? Nee! Nou, dit valt helemaal niet op, denk ik zo. Je zou denken dat dit dient als een soort van corset, maar het maakt je niet echt smaller. Het geeft juist meer. We zitten in de auto onderweg naar de bioscoop. En ik kan jullie vertellen, ik kan tot hier inademen. En verder niet, omdat hij echt zo strak zit het tape. Ik heb een beetje trek, moet je horen. Jongens, we staan dus nu voor de bioscoop. En we gaan naar binnen toe om een kaartje te kopen voor de film. Gaan de bewakers mij tegenhouden omdat ze denken, nou, hij heeft wel een rare buik en ik hoor een raar geluid. Of kan ik gewoon doorlopen? We gaan nu naar binnen om het te testen. Ik heb gewoon het gevoel dat dit echt gaat slagen. We gaan het nu zien, we gaan naar binnen toe. Ik ben dus binnen bij de bioscoop. Ellen is doorgelopen en we gaan hier achter zo meteen door de poortjes heen. En dan ben ik heel benieuwd of ze iets gaan merken. We gaan ook echt door de snoepafdeling die niet nodig is in dit geval. Ik ga jullie even onderbreken. Ik dacht dat ik hier mijn kaartje moest laten zien en dat ik gecheckt zou worden. Dit bleek helemaal niet nodig. Het personeel keek mij amper aan en ik kon gewoon doorlopen met al het snoep onder mijn shirt. Jongens, dit gaat zo makkelijk. Ik ben al door de eerste ingang heen. Ik hoef alleen nog maar mijn kaartje te scannen om de zaal zelf binnen te gaan. Ik verwacht niet dat ze me gaan fouilleren. Zeker niet in deze tijd. En we zijn in de zaal. Tada. Het maakt wel een beetje veel geluid als ik ga zitten. Het is sowieso erg stil hier. Laten we een Oreo pakken. En we zijn weer buiten. Het was echt een geweldige film, maar ik was niet echt gefocust op de film. Ik was me vooral aan het focussen op al het eten wat ik bij heb. Ik kan je vertellen, de poging is geslaagd. Ik ben makkelijk binnengekomen met al dit eten. Wat best wel vreemd was, want ik hoefde ook nergens mijn kaartje te scannen. Niemand keek me aan, ik kon gewoon doorlopen. Vanwege alle maatregelen nu kwamen ze af en toe wel eventjes in de zaal kijken. Dus ik moest soms even mijn shirt omlaag doen. Dat klinkt überhaupt heel erg raar als je in de bioscoop bent. Het enige nadeel aan deze manier van snoep meenemen naar de bioscoop is dat het best wel heel erg veel herrie maakt. En ik kreeg het ook niet echt makkelijk los van mijn buik. Echt aan te raden is het niet. Auw! Oh, dit doet heel veel pijn. Nog een reden om dit niet zelf na te gaan doen. Het doet zoveel pijn. Daar komt mijn assistent aan met de benodigdheden voor de volgende poging.
Ik heb zo meteen dit deken nodig. Als ik hem nog terugkrijg van Paco. Een van de manieren die ik heb zien langskomen heeft alles te maken met de ziekenboeg. Mitella's, krukken, gips en ga zo maar door. Het is natuurlijk helemaal niet fijn als je dit hebt, want dan is er iets gebeurd, heb je aangebroken of wat dan ook. Maar je kunt dit wel gebruiken om snoep mee naar binnen te smokkelen bij een bioscoop. Met het hoeslaken wat Paco nu gebruikt als speelgoed. Ik wil dit gaan knippen tot een Mitella. Vervolgens wil ik deze Mitella om gaan doen, deze vol gaan gooien met snoep en gaan proberen door de beveiliging te komen. Ik had natuurlijk ook gewoon Mitella kunnen kopen in plaats van een nieuw hoeslaken kapot knippen. Mijn prachtige Mitella is af. Ik hoop dat het er zo meteen geloofwaardig gaat uitzien. Maar omdat ik natuurlijk heel erg veel last heb van mijn arm, heb ik ook natuurlijk een nekkussen nodig, zodat ik mijn nek niet te veel belast. Ik zag namelijk ook wat maniertjes langskomen, dat je gewoon kussens kunt openknippen, leegmaken en vervolgens met jouw favoriete snacks kunt vullen voor tijdens de film. Laten we deze gaan openknippen, volledig vullen met snoep en weer dicht gaan naaien en kijken of dit er ook geloofwaardig uitziet. Oh, daar gaat hij. Hij zit vol met witte kleine balletjes. Welkom bij deze ASMR-video waar ik nekkussentjes leeg laat lopen. Even zonder grappen, ik word hier heel rustig van. Het nekkussentje is leeg, dan gaan we hem nu vullen met mijn favoriete snoep. Dit nekkussen zit vol met snoep. Ik zou zeggen, dichtmaken deze handel. Nou, ik denk dat ik bij deze mijn doktersdiploma heb gehaald. Want kijk eens hoe prachtig ik kan hechten. Persoonlijk vind ik het er geloofwaardig uitzien. Het enige wat ik niet geloofwaardig vind is het geluid. Op met mijn nekkussen en mijn Mitella naar de bioscoop. En toen waren we aangekomen bij locatie 2. We gaan nu naar een andere bioscoop, want als we elk naar dezelfde gaan, wordt het natuurlijk ook wel een beetje saai. En ik ben benieuwd hoe alle bioscopen dit los van elkaar aanpakken. Misschien heeft de ene wel meer beveiliging dan de ander. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even de Mitella bij mij omdoen. En natuurlijk mijn nekkussentje vast in mijn hand houden. Het lijkt net echt, vind ik. Het is tijd om mijn Mitella te gaan vullen met snoep. Wat wil jij doen tijdens de film? Doe maar chips. Maar dat is wel heel groot, hè? Ik neem ook nog even een paar Smarties mee. Op naar de bioscoop, jongens. Oh, zo'n pijn. Au. Het ziet er ook heel geloofwaardig uit dat ik mijn hoofdkussen vasthoud met de hand waar ik zogenaamd pijn aan heb. Ik ben echt heel erg benieuwd of mensen hierin gaan trappen. Hierachter is de bioscoop. Ik begin best wel een beetje zenuwachtig te worden. We gaan eerst eventjes natuurlijk door de snoepafdeling. Dat heb ik ook echt nodig. Het draait op dit moment geen film waar we nu gelijk heen kunnen. Dus ik moet gaan doen alsof we naar een film gaan die over een half uur begint. Toen wij ons kaartje wilden kopen, liep net het hele computersysteem vast. Het personeel riep zelfs de manager erbij. Ik dacht even dat het een smoes was omdat hij ons niet vertrouwde. Het duurde veel te lang en ik stond hier dus met zwetende oksels. Opeens werkte het systeem weer en konden we gelukkig doorlopen. Top. Doe het even zo. Dankjewel. Jongens. Dit was awkward. Alles liep vast, maar ik dacht heel eventjes dat dit een smoes was van de persoon die hier werkt. Omdat hij een beetje door had dat er iets niet helemaal klopte. Ik zat natuurlijk met een camera en ik zat heel sneaky te doen. We zijn binnen. Oh my god. Nou ja, daar zit ik dan met al mijn snoep. Dit is echt niet oké. Toen werd het nog erger, want Ellen ging voor me afrekenen omdat ik zogenaamd last heb van mijn arm en mijn hand en weet ik veel wat. En moest ik mijn pincode geven. Nou jongens, geef maar eens je pincode zonder geluid te maken met zoveel snoep hier in je Mitella. Waarom je geen eigen drank of voeding mee mag brengen naar de bioscoop. Dit is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen naar de filmzaal. Ik ga nu mijn hoofdkussen openscheuren jongens. Het is tijd om te gaan eten. Ik heb trek gekregen. Toen hadden we een zak met deen. Is goed. We zijn weer buiten, maar het is gewoon gelukt. Ik heb gewoon zeker meer dan een kilo aan snoep meegesmokkeld in een bioscoop. Het is tijd om naar huis te gaan, want ik heb nog twee manieren in gedachten hoe wij snoep mee naar binnen kunnen smokkelen bij een bioscoop. En toen was het ondertussen één dag later, want op dezelfde dag een aantal keer naar dezelfde bioscoop gaan, dat gaat natuurlijk een klein beetje opvallen. Ik ga niet in mijn eentje vandaag naar de bioscoop, maar samen met Rutger. Hoi! We gaan natuurlijk alle twee los van elkaar heel erg veel snoep meesmokkelen. Ja, dat gaan we zeker doen. Rutger heeft natuurlijk een prachtige outfit aan, maar daar hoort natuurlijk een jas overheen. En de manier die wij gaan gebruiken voor Rutger om snoep naar binnen te smokkelen, dat is deze geweldige Snoeploot venterjas. Wij gaan aan de binnenkant van deze jas allemaal snoep monteren, bevestigen en hopen dat het dus blijft hangen. En ik ben bang dat het heel erg gaat kraken vooral. Dat je zo
Wat gaat je tactiek worden? Nou, ik ga eerst bepalen wat ik wil meenemen. Sowieso Oreo's. Maar waar ga je het vastmaken? Vooral hier. Zo. Aan de zijkant. Zodat als je jas een beetje openwaait, de medewerkers van de bioscoop het ook gelijk zien. Maak eerst gewoon een indeling. Denk je niet dat je wel genoeg snoep hebt zo? Nou ja, op zich wel. Ik heb de indeling nu denk ik af, dus ik begin gewoon met plakken. Nou, daar gaan we. Ik hoop dat het gaat lukken dit. Nou, ik moet dat het blijft zitten. Ik denk dat hij klaar is. Dit is echt heel erg. Dit met gaat ook dubbelzijdige Oreo. Ja, kijk, we hebben deze heel mooi vastgemaakt, dubbelzijdig. Ik voel me echt een smokkelaar. Ja, dat ben je nu ook. Oh, maar die zak chips die valt wel heel erg op. Zoals jullie zien is Rutger klaar om naar de bioscoop te gaan, maar ik heb nog geen snoep bij me. Daar heb ik ook een manier voor gezien. Dat heeft alles te maken met deze schaal. Het idee met deze schaal is dat we die helemaal gaan vullen met snoep en uiteindelijk hier onder mijn shirt gaan bevestigen. Een soort zwangere buik bij, man. Gaat het wel werken, denk je? Weet ik niet. We gaan deze schaal nu monteren aan mijn buik. Maar gaan we dat met doorzichtige tape doen of met deze? Nee, deze. Dit is steviger, makkelijker. Ik denk dat ik gewoon zo ga staan en dat jij dan op mij heen gaat of zo. Ik wilde dit niet meer. Nou wordt hij wel heel strak hoor. Hoe ziet dit eruit? Nou, ja, nu zie je het, maar doe je shirt er eens over. Wauw, ja. Als je zo zwanger bent, ben je wel mooi zwanger, toch? Ja, zeker. Ja, dan zie je de mond al zitten, zeg maar. Ja. Ik zou zeggen, jij doet je jas aan en dan gaan we naar de bioscoop. Ik zit hier dus gewoon met een buik vol met snoep. Bij mij voelt het meer alsof ik een soort van extra airbags hier heb. Het is maar goed dat we er zijn, want ik heb het echt super benauwd, want de tape zit zo strak. We zijn weer bij de bioscoop waar we de video ook zeg maar begonnen en ik ben benieuwd of ze nu wel gaan controleren. Ja, weet je, dit valt wel echt heel erg op. Als hier niemand iets over zegt. Ja, dit is wel de ultieme test. Lieutenant, naar binnen. Wat is uw naam, telefoonnummer? 22 euro alsjeblieft. Ja. En 5%. Ja, dankjewel. Hoi, hoi. We zijn door de eerste ingang. We hoeven alleen nog maar door de snoepafdeling. Heb jij de kaartjes? Ik heb de kaartjes. Fijn. Hartstikke goed. Okay. Zullen we nog iets kopen? Nou, en we kunnen gewoon weer doorlopen. Ja, bestaan moeten. Het personeel staat hier gewoon achter me. Ze hebben vriendelijk hoi gezegd. En ondertussen lopen wij met kilo's snoep naar de bioscoopzaal. We zitten in de zaal. Het is gewoon gelukt. Het is zeker gelukt. Wil jij wat lekkers? Ik hoop niet dat uw camera's hangen. Het maakt wel weer een beetje veel herrie. Kijk eens, Kiepie van de Demon. Dankjewel. Wij gaan lekker genieten van de film. Veel plezier. En toen waren we weer buiten. Missie meer dan geslaagd. Het was zo makkelijk. Dit is wel de meest subtiele manier, maar als je lef hebt en je wil echt heel veel snoep meenemen, dan ga je met zo'n buik. Dit betekent gewoon dat 5 van de 5 pogingen zijn geslaagd. Niet normaal. Je kunt dus eigenlijk heel makkelijk mee snoep naar binnen smokkelen bij een bioscoop. Nogmaals, ik wil jullie het goede voorbeeld geven. Ik adviseer jullie dit niet te doen, want het is dus eigenlijk niet toegestaan. Ik heb het voor jullie getest. Het kan dus wel. Ja. Rut, ik wil je bedanken voor je hulp. Ik vond het leuk. Ik heb lekker gegeten. Leuk film. Zoals ik met jullie heb afgesproken, als we de 25.000 duimpjes op deze video halen, dan ga ik 5 manieren testen om gratis een bioscoop of pretpark in te komen. Dus zorg dat je dat duimpje omhoog doet als je het een leuke video vond. Ben je nog niet geabonneerd op Rutger? Check dan even zijn kanaal, dan komt nu ergens iets in beeld. En ben je nog niet geabonneerd op mij? Doe dat dan ook eventjes. En druk gelijk op het belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. Ik ben er volgende week dinsdag weer om 7 uur in de avond met een splinter nieuwe video. Au, doei! Doei!